Albert gaat nog eenmaal controleren of het vet van de ballengacht lekker heet is. Nou, ze zijn zeker lekker aan het borrelen. En ik krijg straks een seintje van hem om te laten zien of de demonstratie zal lukken. En ik zie dat er al meer publiek gekomen is, dus het doet mij leuk om jullie hier te zien vandaag. Nogmaals, doe dit thuis niet. Als u een vlam in de pan hebt, dan is het zaak om het gas dan wel de elektra uit te draaien op voorhand. En dan niet met water te blussen. Niet met water te blussen. Dit demonstratiemodel dat staat hier op een triangel met gas gestookt. De pan die is geleverd door de familie Jansen met oude frituurvet. We zijn in afwachting van toch wel die vlamoverslag. Albert die controleert het nog een keer. En dan ik hoop dat ik mijn microfoon op laat doen. Albert doet straks ook zijn helm op beschadigd. Ja, ik neem aan dat alle veiligheidsmaatregelen genomen worden om handschoenen en pak aan. Albert. Ja, er wordt natuurlijk geen enkel risico genomen, ook niet bij een demonstratie. Dus Albert zal ook nog even zijn helm opdoen. Vooral veiligheid. En het is altijd de eerste keer dat het vet even goed heen moet zijn. Dus er staan zelfs mensen binnen te kijken. Ja, natuurlijk kan dat. Maar ik vind het buiten ook gezellig hoor. Zeker bij dat springkussen. Ja kinderen, daar mag u straks vrij gebruik van maken. Even een schoep op eerst het gaslesje gaan doen. Eerst de bom in de mond. Kijk, ik hoor hem al. Ik hoor hem hier borrelen. Zeker die pan, dat wordt aardig heet. Hij is bijna klaar. Kinderen, horen jullie dat? Die pan, het borrelt helemaal. Dat wil zeggen dat hij erg heet wordt. Dat wil niet altijd lukken zoals we willen, maar ik geloof dat het vuurtje nu aardig opgestoken wordt. Er wordt nog even aan wat gasflessen gedraaid om het vuur toch wat hoger op te krijgen. Die laat zien als je thuis dus een pan hebt op het vuur en de pan die vat vlam aan de binnenkant. Okay. Wat je dan in elk geval niet moet doen. Nee.
We zijn al in afwachting wat er gaat gebeuren. Dames en heren, natuurlijk niet alleen kwam in de band vandaag. Ook binnen in de kazerne hebben we diverse demonstraties. En er staan mensen met stands die het een en ander aan u gaan vertellen over hun zaak. Nederlandse Kamponderstichting, EVO-vereniging, de AED, voorlichting van de regio. Ook daar kunt u informatie inwinnen. En u bent zelfs in de gelegenheid vandaag om te ervaren hoe het is als brandweerman in de rook te lopen. Onder de stand van de Radio Heemskerk vindt u twee collega's die daar aan demonstraties gaan geven waar u zelf aan mee mag doen. Om te ervaren hoe het is om in de rook te moeten lopen om een brand te bestrijden. Op het buitenterrein aan de rechterzijde of wel naast de kazerne staat een hele mooie Amerikaanse brandweerauto, een Continental. Daadwerkelijk gebruik geweest. Is onze vandaag ter beschikking gestelde firma Camry. Om te laten zien dat er ook nog andere voertuigen zijn dan alleen maar de Mercedes waarin wij rijden van de PRK. Kijk, dat is eventjes bijstoken, zoals we dat noemen. De brand een beetje aanwakkeren. Ik denk toch wel dat dat toch wel gaat gelen. Het zit ons niet erg mee in de wind en het weer. Vandaar dat die pan niet echt dag gaat doen wat we willen. Maar ik zie nu al wat vlakke schijnselen in de pan komen. Dus mocht u op uw gast van huis elektrisch van huis een pan hebben staan die aan de binnenzijde gaat branden, ten eerste bewaart u uw rust. Dat is het belangrijkste. Zet het gas dan al het elektra uit. En ga zeker niet met water blussen. Want dat effect willen we u laten zien wat dat geeft. En de heren zijn normaal blussers, nu zijn ze stokers. En ze proberen de pan zo weg te krijgen dat hij zelf gaat ontbranden aan de binnenzijde. Het kan zijn dat het vet wat te oud is, dat het te veel vliegtuigen en middenballen verbakken zijn in dit oude of die duur vet. Dan zit de kracht er een beetje uit. En ik weet uit ervaring dat er bij de familie Janssen veel middenballen gegeten worden, dus het kan zo zijn dat het verkeerd vet is. Maar laten we ervan uitgaan dat we die demonstratie krijgen straks die we graag willen hebben. U ziet de pan aan de binnenkant begint te branden. Het houdt in dat het vet wat erin zit, ofwel die duur vet, ontbrand is. En wat we graag nu willen demonstreren is het feit dat Albert zojuist water in het kopje heeft gegooid. Normaal moet je gewoon de deksel erop doen. Oftewel, van je af, desnoods met een theedoek, de deksel vastpakken, een pannenlap of theedoek. Je hoofd afwenden, van voor naar achteren schuin over de pan leggen en het vuur laten stikken. Haal de deksel er niet af om te controleren. Laat hem rustig een half uurtje staan. Dat alles afgekoeld is. Wat gebeurt er als je de deksel eraf haalt in een korte termijn? Wat zou er kunnen gebeuren? Als het vuur eronder blijft, dan zou de vlam terug kunnen komen. En dat is helaas wat we niet willen hebben. Moet helpen even mee. En de wind vandaag speelt ons enigszins wat pakken, maar het speelt de brand weer. Hij brandt nog steeds, zien jullie dat? De band die brandt nog steeds, de band zit erin. Albert gaat nu demonstreren. En schrik u niet, kinderen, schrik niet hoor. Het geeft even een beetje een klap en een hoop vuur en rook. Dit gebeurt er als je vader erin gooit. Nou, dat willen we zeker thuis niet hebben.
Als dat gebeurt, dan kunt u uw keuken aan de binnenkant opnieuw gaan wikken. En ik kan u verzekeren dat u een keukenbrand hebt. Een ongecontroleerde brand, waar de brand weer zeker plaats van komen. Dus dat heb ik hier van dit verhaal. Blus geen plan weg. Met water, kinderen, springen, ouders, waarschuwen de kinderen even. Dat het een hele grote klap heeft in de oortjes dit desnoods. Kijk, dat was het weer. Dat was heel snel dit. Dat gebeurde als wij gasten uit het huis versieren. De auto in brand steken. Dus de wind is zodanig vandaag dat. Even voor jullie beeldvorming, wat hier gebeurd is een aanrijding tussen twee personenauto's. Waarbij één personenauto vlam heeft gevat, oftewel in brand staat. In de andere personenauto zit een persoon als bijrijder. Die zit bekneld met zijn voeten onder het dashboard. En de bedoeling is dat wij straks eerst een stuk brandbestrijding gaan doen. En daarna een stuk technische hulpverlening. De bemanning voor de brandbestrijding en technische hulpverlening. En ze komen uit de richting van de Marenlaan naar de aanrijden. En ze zullen hier straks gaan niet op de goede risico om te brandbestrijden. De nummers 1 en 2 achterin het voertuig, dat zijn de mensen die gaan bespuiten, oftewel die gaan de eerste stralen inzetten. Bij de groenauto, groen-grijze auto, daar is de brand onder de motorkant. Onderdien gaat de pomp hoog op het trigger voor een hoge blikstraal. Even ouderlijk aangesloten. We gaan kijken of men de brand kan blussen. De nummers 3 en 4 zijn al overgekregen op technische hulpverlening en de andere helemaal. Nu ziet er ook heel voorzichtig even de motorkap op liggen om dit wel zuurtje te laten toedienen. De brand wordt bestreden. Het bijzondere gevaar wordt weggenomen. Met name in de overgang gaat om het technische hulpverlening van het andere voertuig. We zien dat de brand is gedoofd of geblust. We gaan nu overgaan op de technische hulpverlening. Daarbij zal de familie even zijn ademlucht en zijn spullen weg moeten leggen. Hier voor u staat nu ook iemand van de brandweer die verwondenverzorger is. En de verwondenverzorger die praat in op het slachtoffer. Gaat hem exact uitleggen wat er gaat gebeuren. En zodra het mogelijk is zal hij het hoofd van de slachtoffer fixeren, vastzetten. Dit gaat allemaal in samenspraak met de ambulancedienst. Uit veiligheidsoverweging wordt meteen het voertuig geschouwd door de veiligheidsman. Brandbussen worden bijgezet. En de nummers 1 en 2.